Hallo iedereen, we zijn vandaag 2 juni en we zijn in de luchthaven van Zaventem en we vertrekken vandaag op stage naar... Vlam! Dus dit zijn de kamers. Badkamer. Gisteren zijn we dus aangekomen in het zwembad van Oostja. Vandaag was eigenlijk al de eerste krachttraining die ik heb gehad. En subiet gaan we ook nog een zwemtraining doen in de voormiddag. En in de namiddag dan nog eens een zwemtraining. Dus dat is een beetje het schema van vandaag. Ziezo, eerste trainingsdag zit erop. Dus vandaag heb ik 3 trainingen achter de rug. Het was toch wel redelijk zwaar. Ook vooral de aanpassing van het binnenzwembad naar het buitenzwembad is toch wel altijd even wennen in het begin. En in het begin heeft dat toch wel soms een zwaar gevoel. Dus ja, hopelijk binnen een paar dagen is dat beter. Want volgende week, vrijdag eigenlijk, zwem ik in Rome de City Coli wedstrijd. En daar zal het ook buitenzwemmen zijn. Dus is het wel heel belangrijk dat ik er nu al aan wen. En nu ga ik nog een beetje Netflix kijken. Ik kijk namelijk naar de serie 13 Reasons Why, seizoen 2. Dus ik heb vorig jaar het eerste seizoen gezien. Ik vond het wel best spannend. En nu ben ik echt wel benieuwd naar het tweede seizoen. Dus voilà. We zijn vandaag maandag 25 juni en ik heb deze namiddag vrij af en nu ben ik hier op het strand. Het strand van Oostja dus. Dus vanmiddag ga ik nu gewoon hier nog een beetje rusten, een beetje bruinen om die strepen uit mijn rug van het zwemmen weg te krijgen. Want als we in de zon trainen, ja, dan heb je altijd je badpak die in je lijf staat. En dat vind ik eigenlijk een beetje lelijk. Dus vandaar soms niet eens in bikini trainen. Dat zorgt ervoor dat die lijntjes weg zijn. Vanavond gaan we nog gaan eten op restaurant. En dan morgen heb ik dan terug 2 trainingen. We zijn vandaag 28 juni en vandaag is het een speciale dag, want we gaan een bezoekje brengen aan onze paus. We zijn hier dus in de Vaticaanstad, samen met nog andere zwemmers en ook Belgische zwemmers. We zijn wel heel benieuwd. Ziezo, het bezoekje bij de paus was dus echt wel super leuk. En het is altijd wel mooi meegenomen om eens de paus te ontmoeten natuurlijk. We zijn nu toegekomen eigenlijk in ons hotel in Rome voor de wedstrijd van de City Coli. En ik ben dus net in mijn kamer binnengekomen. En dat is mijn kamer dus. Ik vind het echt wel tof. Zo typisch Italiaans, zo, met de gordijn. En dan mijn badkamer. Dat is wel een beetje klein. Maar is wel best oké.
Dus we hebben zo net ook gegeten. En nu gaan we een beetje rusten eigenlijk. En rond 4:15 of 5:15 gaan we vertrekken naar het zwembad om daar een beetje los te zwemmen. En ons klaar te maken voor morgen eigenlijk. Summer days burn me out, love just brings me down. Go inside like when she leaves, I slowly leave the ground. Hey, you. Vas-y, je vais mettre sur mon vlog. Vas-y. Oké, we zijn hier dus terug in de luchthaven van Rome. Binnen een half uurtje vertrek ik terug naar Brussel. Korte samenvatting eigenlijk van het weekend. Dus ik ben heel tevreden over mijn tijd, zeker voor deze periode. Ik had ook zeker niet verwacht dat ik al deze tijd ging zwemmen. Zeker na het vele werk die ik heb gehad met school en zo, met mijn bachelorproef en de stages die ik heb gehad. Maar ja, als ik zie dat ik nu al zo'n tijd kan neerzetten, dan geeft dat mij alleen maar vertrouwen. En ik denk, ja, we hebben nu nog een goede 5 weken. Voordat het EK begint. Dus in 5 weken kan je ook nog heel veel doen. Dus ja, ik ben bereid om nog alles ervoor te doen. En laten we hopen dat ik dan een goed EK zwem. Dit weekend hebben we ook heel mooie tijden gezien. Namelijk het wereldrecord van Govorov. Was heel indrukwekkend, heel mooi om te zien. Ook Valentin Dumont was heel opvallend. Ja, met haar podium en ook met haar Belgisch record op de 400 meter crow. Dus, ja. En andere Belgische zwemmers zwommen ook wel finales en zo, zoals Kimberly Beus en Peter Timmers. En ja, ik denk dat het voor iedereen wel een goede trainingswedstrijd was. En een laatste test eigenlijk naar het EK toe. En ja, het is altijd wel leuk om nog eens een wedstrijd daarvoor te hebben. En zeker die wedstrijd, ja. Het was toch wel niet zomaar een wedstrijd, want er was een heel leuke sfeer in Rome. Echt heel veel publiek en heel wat ambiance. En dat zorgt er ook wel voor dat, ja, dat het leuk is om te genieten van je wedstrijd. En om te proberen om goed te presteren natuurlijk. Dus ja, deze wedstrijd is zeker voor herhaling vatbaar. Om deze vlog af te sluiten, ja, wil ik jullie toch wel nog eens bedanken om te kijken naar mijn vlog. En voor degenen die zich nog niet geabonneerd hebben, doe dit dus maar zeker. Zo ben je altijd op de hoogte van wanneer er de volgende vlog verschijnt. En we zien elkaar terug bij de volgende stage. En dat is namelijk in Tenerife. Doei!